Kijk, de keuken. Kijk, de kastjes. Waar gaat hij? En we hebben net dus al een heel lief kaartje gekregen. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 2 november en als je de vorige video toevallig hebt gezien, dan weet je dat we gisteren op maandag 1 november de sleutel hebben gekregen, officieel hebben getekend. En ik heb dus in die video ook een rondleiding aan jullie gegeven van het huis. Heb je die video nog niet gezien, dan zal ik hem hier even in beeld zetten. Maar Joep en ik gaan vandaag dus weer meteen goed van start. We zijn gisteravond ook echt al begonnen met z'n allen en ja, we gaan er nu dus weer heen. Joep komt net van school terug uit Maastricht, dus ik heb me snel even omgekleed. Ik heb mooi deze joggingbroek aan waar allemaal al verf op zit, want ik moet mezelf echt aanwennen om gewoon oude kleding aan te doen, zodat het allemaal niet vies wordt. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. Ik ga jullie weer lekker meenemen. Ik ga in ieder geval snel richting het huis, want Joep is er al. Dus let's go! Nou jongens, we zijn er weer. We zijn er weer. Ja, je kan zien, we zijn al van start gegaan. En we hebben dus trouwens ook al gisteren meteen hier allemaal gordijnen opgehangen. Zodat niet iedereen de hele tijd naar binnen kan kijken. Ja. Want anders dan ziet iedereen onze zooi. Dus, oh kijk, okay, licht. Nou, we meteen overbelicht. Oh, we hebben hier ook allemaal drinken en zo. Ja. Papa heeft echt allemaal koekjes gehaald en flesjes drinken. Echt zo lief. Oké, okay, laten we maar meteen beginnen. Hoe nat moet het? Oh. Ja, schat, 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 schat. Waarom zou je het wel aankomen? Zeg dan dat hij op zo'n stand gaat. Nou. Ik heb het niet allemaal moeten nemen. Volgens mij zit hij in de kisten. Wij zijn weer een heel stuk verder gekomen. Joep is dus helemaal bezig geweest met deze muur. En ik heb nog hier aan deze muur gewerkt. Ja, we zijn weer een stuk verder. Zeker. Dat wel. Laag op laag op laag kwam. Ja, het is echt wel dat een nieuwe kleurtjes tegen. Precies, het is elke keer wel een gepiel. Maar wij gaan nu naar huis, Joep, want ik denk dat anders we moeten eten. Ja. Volgens mij is het echt al 7 uur, dus let's go. We zijn nu officieel begonnen aan deze balk, ja. Want die moet eruit. We vragen ons af of het hieronder zit. Ja. Dus ik moet het eigenlijk weer helemaal weg hebben. Ja, en vanavond komt er dus iemand kijken om hier ook naar te kijken hoe dit allemaal gedaan moet worden verder. Dus we moeten het nu gaan overbreken, zodat we hier vanavond, als het goed is, meer over te horen krijgen. Ja, kijk wat eronder zit. Als het goed is, is alles opgeladen, toch? Als het goed is, is alles opgeladen. Hoe? Oké. Okay. Het eerste deel is eraf. Is het gewoon echt een muur onder, of niet? Het is een houten kozijn. Oké. Okay. Ik denk geen steunbalk. Oké. Okay. Dat zou eruit kunnen. En dat stukje daarnaast wel, denk ik, laat zitten. Ja, dat weet ik niet. Het is niet dragend. Nee? Nee. Ook niet, want je hebt soms zeggen dat het houten kozijn, maar zit daarnaast niet nog gewoon een muur? Hier? Ja. Dat is een muur. Ja, maar moet dat dan niet... Ja, maar als het niet dragend is, dan kan het weg. Oké. Okay. Ja, nee, maar omdat het, dat zou misschien toch wel dragen kunnen zijn, dat stuk, nee, of niet? De tekening staat voor niet. Oké, okay. Nee, dan is het goed. Ja, dat weten we niet zeker. Oh, let op met de spijkers. Net op dat je de vloer niet beschadigt. Dat is wel het voordeel, dan kan ook niet veel meer echt kapot gaan. Dan kan helemaal niks kapot gaan hier. Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I
Joep heeft nu de bovenste balk eraf. En volgens mij zit er dus helemaal niks. Oh, er zit echt niks in. Nee. Oh, wat chill. Oké, ik heb echt vieze handen met elkaar, maar maakt niet uit. Ja, dit is top. Dit is gewoon helemaal hol. Oh, dat is top. Dus dat kan gewoon meteen eruit. Ja. Oeh, chill. Ik ben er echt blij mee. Ja, dat is fijn. Want we waren echt aan het twijfelen of dit gewoon niet helemaal een soort van balk was, ja, zeg maar. Als er echt een draagbalk zit, dan zul je moeten laten zitten. Ja. Nou kan hij weg. Oeh. Oh, beter. Joy, nog een kleurtje behangen vonden voor de verzameling. Nee, echt? Ja. Wacht, ik ga het even filmen. Oké, jongens, Joep heeft nog een kleur behang gevonden. We hebben er nu, hoeveel hebben we er tot nu toe? 3 of zo? Ja. Kijk. Oh, dit is echt heel lelijk. Of nou ja, ik snap wel dat mensen dit misschien vroeger mooi vonden, maar dit is wel echt al een tijdje uit. Dit stukje van vroeger de slaapkamer, hè? Ja, oké. Misschien is het dan iets logischer. Ja. Dit is iets logischer voor een slaapkamer, dat op zich wel. Beter dan voor een woonkamer. Ja. Het is nu ongeveer 1 uur en wij hebben net even pizza besteld, want we hadden heel erg honger. Dat is de primeur. De eerste keer thuis bezorgd. Ja, de eerste keer thuis bezorgd, want we hebben hier eigenlijk niet heel veel eten liggen. We hebben een paar chocoladekoekjes, maar... Ja, om nou te leven op koekjes. Ik heb ook niet echt ontbijt op, het is heel dom. Ik had dus yoghurt gepakt vanochtend. Ja. Ik heb het gewoon niet opgegeten. Echt niet handig. We hebben in ieder geval een lekkere pizza, hoop ik. Oeh, hij ruikt wel lekker, Joep. Mooi. En we hebben ook nog van deze... kipdingen. Oké, nou, wij gaan in ieder geval even eten. Het is nu, even denken, 5 uur en we zijn dus weer terug in het huis. Ik weet niet precies of ik dat ook voor de vlog gefilmd heb, maar we zijn dus vanochtend, jawel, ik heb het volgens mij wel gefilmd. We zijn dus vanochtend hier geweest van 10 tot 2 en nu zijn we er dus weer. Ik denk tot ongeveer 8 of zo. Straks komt er dus iemand om hier te kijken in de keuken naar de balk. En wat ook heel erg leuk is, is dat Klaartje dadelijk dus langskomt. Ja. Om te kijken. De eerste officiële bezoeker. Ja. We hebben zelfs wijn meegenomen. We hebben plastic bekertjes met wijn. Zo van leuk om een soort, een welkomstdrankje. Het lijkt een soort housewarming, maar dan totaal geen housewarming. Want dan moet je huis af zijn. En dit is echt verre van af. Dus... ja, wij gaan weer snel verder. Het is vandaag donderdag en wij zijn weer in het huis. We zijn hier gisteren echt lang geweest. Klaartje kwam dus ook nog helpen. Super lief. Ja, leuke pet hebben wij op. Ja, hè? Heel leuk. Dit echt... zijn onze geïmproviseerde bouwelementen. Prachtig. Maar we zijn dus bezig met het dak. Joep heeft nu de... hoe noem je dat? Ik weet niet eens hoe het heet. Ik weet niet hoe het heet. De plankjes die het vasthouden zijn er al. Ja, die, dat. Het zijn eigenlijk de plinten, maar dan op het dak. Het dak gaat eraf, jongens. Het dak gaat eraf. Ja, het gaat al best goed. Het gaat best steady. Dus op zich wel, wat ik wel chill vind, is dat hier gewoon echt een stukje plafond onder zit. Echt wel beter. Ik weet niet of dat zo kan blijven, maar wat mij betreft... Ja, op zich kan het wel, denk ik. Maar ik denk dat het helemaal weer afgetimmerd en door moest worden. Als dit gewoon kan blijven. Zou wel chill zijn. Ja. Het scheelt wel heel veel werk ook. Ja, precies. En we zijn trouwens nu maar vandaag dit gaan doen. Want we hebben het idee dat de buren nu ook een beetje weg zijn naar werk. Want dit maakt wel echt herrie. Maakt een beetje herrie. Het maakt wel herrie. Dus we zijn lekker bezig. Ik ga in ieder geval weer even mijn handschoenen aandoen. En ook echt helpen. Het gaat echt hard hoor, wel. Maar ja, boeien.
vandaag een vrijdag. Het is nu een vrijdag 5 november. En ja, ik zit een keer niet in het klushuis. Maar ik zit gewoon eventjes thuis op het moment. Dit is de eerste dag dat Joep en ik dus niet aan het klussen zijn. Dat we dus er de hele dag niet komen. Joep is vandaag naar school. Gewoon naar de uni in Maastricht. Ik ben nu thuis. En ik ben gewoon om aan het editen. Mailtjes van alles. Gewoon werk aan het doen. Dus ja, we dachten we gaan gewoon vandaag een dagje. Gaat het gewoon niet lukken. We wilden misschien ook vanavond gaan. Maar we hebben ook een verjaardag. Dus het werkt niet. En het moet natuurlijk ook leuk blijven. Weet je wel. Want we hebben er nu zoveel zin in. En iedereen blijft maar tegen ons zeggen van ja, misschien wordt het nog wel minder, want in het begin vind je het leuker dan op het einde. En ik heb gewoon zoiets van, nou ja, ik denk dat ik het gewoon best lang leuk ga vinden. Totdat er natuurlijk echt complicaties komen, denk ik, om het zo maar te zeggen. Daar even een update over. We hebben dus gisteren het dak eruit gesloopt. Als het goed is, hebben jullie dat gezien. We hebben het ook opgenomen met de GoPro. Ik hoop dat die beelden gelukt zijn. Dan hebben jullie die dus al gezien. En daar is dus wel een vochtplek onder vandaan gekomen. Nu lijkt het zo, als jullie toevallig de eerste video hebben gezien met dus de house tour. Toen hebben we dus laten zien dat we dus met de makelaar nog één keer doorheen gingen lopen. Om dus daarna de overdracht te doen, de sleutel echt officieel te tekenen. En toen stond dus de badkamer al onder water. We denken dus dat doordat dat deel van de badkamer onder water stond. Want dat was ook niet het deel van de douche, maar het deel daarvoor. En we denken dus dat dat gewoon ergens doorheen is gelopen. En dus een hele vlek heeft veroorzaakt in het plafond. Dus dat is wel echt, echt shitty. En we hopen gewoon wel dat het is. Want dat betekent dat het niet allerlei leidingen echt een probleem is. Maar dat het meer gewoon, want het lijkt echt wel een nieuwe vochtplek. Niet alsof het al jaren misgaat. Maar echt alsof het van de afgelopen tijd is. Ja, en natuurlijk is de vorige huurder, de vorige bewoner, is er al lang uit. Dus ik denk wel dat er iets is misgegaan. Iemand heeft waarschijnlijk aan het kraantje gezeten. Er is ook nog iemand geweest die kwam kijken welk energielabel of zo het huis heeft. Dus misschien dat die aan het kraantje heeft gezeten. Of misschien iemand anders die het huis heeft bezichtigd. Geen idee, maar er kan dus max al echt wel 3 weken kan er dus water op die plek hebben gestaan. En dat dus een vochtvlek veroorzaakt heeft. Ik hoop het een beetje duidelijk is, dat jullie mijn uitleg begrijpen. Wij weten dus ook nog niet precies wat er nou aan de hand is. Ik hoop gewoon dat dat het is en dat het voor de rest niet allemaal met leidingwerk te maken heeft en dat soort dingetjes. En dat heel die vloer open moet. Maar ja, we gaan morgen dus weer verder klussen. Dus ik hoop dat we dan gaan papa en mama ook mee en dat we dan iets beter misschien erachter kunnen komen waar het nou van is. Maar dit is dus even een kleine update. We gaan morgen dus weer verder. Morgen is het plan om sowieso naar de stort te rijden. Ik denk wel 1, misschien 2 keer. Sowieso voor al het hout van het plafond natuurlijk. Ook al het behang wat natuurlijk ervan af is gekomen moet weg. We hebben al 4 vuilniszakken vol. Moet je nagaan. En wat hebben we nog meer? We hebben ook natuurlijk nog het hout uit de hal. We moeten nog de plinten eraf halen. Dus ja, ik hoop gewoon dat we morgen weer lekker ver gaan komen. Tot nu toe vinden Joep en ik het echt zo leuk. Gewoon deze week was echt zo leuk. Ik had het niet zo leuk verwacht. Ik weet niet. Het is gewoon, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik denk dat best wel veel mensen, nou ik weet het eigenlijk wel zeker, het niet echt van mij hadden verwacht, denk ik. Dat ik echt zoiets zou gaan doen. Dat echte klussen en slopen en dat soort dingetjes. Maar ik vind het echt zo leuk. Ik ben helemaal excited. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat worden. Vandaag is dus ook de video online gekomen waarin we dus de house toegeven. En we hebben zoveel leuke reacties gehad. Dus heel erg bedankt daarvoor allemaal. Ja, het gaat echt goed. Ik heb eigenlijk niet heel veel meer te vertellen dan behalve die vochtplek. Die, waarvan ik hoop dat het dus mee gaat vallen. En er zijn ook al heel veel mensen van ja, het is wel een oud huis. Dus misschien zit er ook wel ergens asbest of zo. Of je weet het allemaal niet. Dus ik hoop dat we gewoon niet te veel tegen gaan komen morgen en volgende week. En dat we echt, ja, dat het gewoon tijdens het slopen allemaal best wel soepel gaat. Maar ja, dit was dus even mijn updateje. Ik ga nu verder met mijn dingetjes. En dan zie ik jullie morgen weer als we dus verder gaan met het slopen.
Het is nu zaterdag. Joep en ik zijn weer in het huis. We zijn er weer. We zijn nu trouwens met Joep heeft twee shirts over elkaar omdat hij het koud had. We zijn nu hier met papa en dan straks komt mama ook nog hierheen. Maar ja, die zit natuurlijk nog steeds in de rolstoel, dus het is niet heel handig. Dit ligt hier. Ja, dus het is een beetje vol. En we hebben net dus al een heel lief kaartje gekregen van Rick en Britt. Heel toevallig, waar ik dus gisteren ook op de verjaardag was. Echt zo lief. Echt heel erg leuk. Oké, ik ga daar even een appje voor sturen, moet ik niet vergeten. Maar wij gaan nu snel al het afval dus in de aanhanger doen. En dan dadelijk naar de stort rijden. En dan is het hier, als het goed is, weer een beetje leeg. Al het hout wat op de grond lag, ligt nu dus in de aanhanger. Dat was ik. En Joep is nu begonnen met, we gaan nu eigenlijk proberen al het hout mee te nemen, want het past makkelijk. Ja, want niet dus... past er zoveel op de aanhanger heen. Nee, dus we gaan dit eraf halen en misschien dus ook nog zelfs in de keuken al dit hout. Om maar gewoon te zorgen dat hij dus meteen helemaal vol zit. Kijk, er komt weer een mooi groen behangetje onder vandaan. Moet ik de lamp hier even aanzetten, Joep? Ja, doe maar. Welke lamp is het überhaupt? Is het deze? Zo. We zijn meteen verder gegaan met het slopen van het hout op de trap. En het gaat echt heel snel, want het zijn gewoon hele platen. Kijk, dit deel is er nu dus ook af van de trap. En Joep zit er gewoon... Dit is gewoon één hele plaat. Ja. Dit is wel heel handig. Let op dat je niet valt, hè. Als we dit... Hou dat allemaal nog. Als we trekken. Oké, top. Nou, meteen een ander gezicht. Kijk eens even. Ja, dat weet. Dit werkt goed. Ja. Dit is handig. Maar volgens mij is het aan deze kant dus wel anders. Want hier zit dus wel de trapleuning op. Ja, deze hebben ze later opgemaakt. Maar dan kan denk ik dit ook gewoon in één keer er helemaal af. Ja, nee, ik denk dat dit wel per plankje is, denk ik. Ja, die moeten we even losschroeven. Ja. Pak dan eens de schroeven draaien. Maar. Ja. Hoppakee. Let op, want die spijkers zitten los. Goed zo, Joyce. Kom door, jongens. Het slopen gaat eigenlijk zo goed dat we nu meteen verder gaan met de keuken. De trap is nu al helemaal klaar. Dus nu gaan we nog de keuken doen en dan kunnen we eindelijk naar de stort toe. Maar het is nog wel veel hout, dus ik ben benieuwd of alles gaat passen. Vooral dit dak is veel. Want het is echt best wel veel, zoals je kan zien. We maken de aanhanger nog vol. Ja, precies. En dan hoe meer, hoe beter. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien zonder dat hout. Ja. Maar ik ben wel bang dat er zo'n lelijke bruine laag onder vandaan komt. Trouwens, hier bij de trap komt nu dus ook weer een nieuwe kleur tevoorschijn. De trap ziet er nu dus zo uit. Maar kijk, dit is dus helemaal paars. Dus ik denk dat deze hele muur, ja, hier kan je het ook al zien, dus helemaal paars gaat zijn. Mooi. Mooi kleurtje. Ja, mooi! Hij doet het nog! Hij doet het nog! De lamp doet het nog! Die kunnen we nog gebruiken, pap! Ja. Oeh, denk het ook niet! Ik ben ook blij als dit lelijke ding weg is eigenlijk. De TL-buis? Ja, de TL-buis. Dat is een mooie sfeerverlichting. Nee. Wij gaan nu even de keuken leegmaken, want er stond dus al best wel wat in. Ja, we hadden hem al even gevuld. Ja. Ja, ik dacht dat die gewoon ook weggaat. Precies. Dus. Kijk, de keuken. Kijk, de kastjes. Waar gaat ie? Het wordt wel groot hoor, zo. Ja. Het is vandaag zondag en we staan weer mooi in onze
klusoutfit. Echt heerlijk. Ja, ik hou wel van. Lekker joggingpakje. Ja, mijn is ook wel echt vies. Het was echt geen slim plan om een wit shirt aan te doen. Nee, dat klopt. Dat is niet heel slim. Maar wat dus ook niet heel slim was. Gisteren was ik dus, we waren dus echt lekker aan het verbouwen. We hebben echt de hele dag super hard gewerkt. Ja. En ik heb dus altijd mijn camera bij en dus een extra batterij. De batterij uit mijn camera, die was dus leeg. Dus ik doe mijn andere batterij in. Tenminste, dat dacht ik. Maar volgens mij heb ik dus weer de lege batterij erin gedaan. Ja. En toen dacht ik van, oh, ze zijn allebei leeg. En toen dacht ik al, dat kan helemaal niet. Jij kwam naar mij toegelopen en je zegt, hey Joep, hoe kan dit nou? Ik had de batterij toch opgeladen thuis. Die moest gewoon vol zitten. En hij was dus ook gewoon vol. Ik denk dat ik gewoon echt twee keer per ongeluk de lege erin heb gedaan. Netjes. Maar het is vandaag dus zondag. Het is echt rot weer buiten. Ja. Dus ik ben blij dat we gisteren alles al naar de stort hebben gebracht. Ik ben net echt helemaal doorweekt op de fiets. Ja, maar goed. Echt niet normaal. We gaan dadelijk dus weer naar het huis toe. En dan ga ik jullie dus een rondleiding geven nu beneden. Toch Joep, we gaan even een house tour doen hoe het er nu dus bij ligt. Ik ga even showen wat er gisteren allemaal gebeurd is. Ja. Echt best wel veel gedaan. Heel veel, ook met de open haard en zo. Er is echt weer veel gebeurd. Dus dat ga ik jullie laten zien. En daarna gaan we toch echt deze video afsluiten. Want dan is de eerste week verbouwen zit er dan gewoon alweer op. Het gaat zo snel. Het gaat snel, hè? Het is echt heel leuk, maar het gaat wel snel. Als je ziet wat er gebeurd is, ja, jullie zullen het dadelijk zien. Het is wel echt al veel veranderd. Ja, klopt. Dus we gaan nu richting het huis en dan gaan we jullie even een rondleiding geven. Wij zijn nu weer in het huis en we gaan dus meteen even een rondleiding geven. Yes. Het is echt weer leuk om hier te zijn, vind ik. We beginnen hier dus bij de hal. Hier zat gisteren nog allemaal auto mee. Ja, toch? Gisteren toch of eergisteren? Ik weet het niet eens meer. Gisteren? Oh ja, gisteren. Ja, klopt. Ja. Kijken, echt, daarboven ook. Hier zat allemaal hout, hier naar boven. Ja, ja, ja. Kijk. Ja, precies. Hier zat dus allemaal hout op, dat is allemaal weg. We hebben de deuren eruit gehaald. Deze van de kast. Deze moet nog even naar boven trouwens. Ja, klopt. Dus die zijn eruit, zoals je ziet. En hier is dus ook een deel van het behang weg. Alleen dit moet nog even verder, dat wordt echt volgende week de klus, denk ik. Dan lopen we door naar de keuken. Ja, zoals je kan zien. Hier is wel echt veel veranderd. Hier is echt veel veranderd, ja. De keuken is weg. Mm-hmm. En het dak is eruit. Ja, echt. Kijk, dat lijkt zo anders. Het kijkt heel groter. Anders. Ja, nee, dat was dus niet zo heel slim deze. Hier is het behang dan mooi af. Ja. Maar deze muur gaat eruit. Ja, precies. Dus dat is wat minder, maar dat maakt niet uit. Hier hebben we dus heel de open haard ervan af. Nou ja, hier zat dus een hele stenen blok. Dit is echt een heel zwaar ding. Dus we moeten nog even kijken hoe we die weg gaan krijgen. Geen idee. Nee, dus misschien gewoon in stukken zagen en dan ja, wegkrijgen. Joep heeft daar ook echt 5-6 emmers uitgehaald met zand en as. Ja, van alles. Zand, as, takjes, echt van alles. En dan ziet de woonkamer er verder dus zo uit. Ja, het plafond is weg. En hier is dus al het behang weg. Hierboven is de helft dus van het behang weg. Ja, we gaan vandaag gewoon verder om te zorgen dat we eigenlijk al het behang uit deze kamer weg hebben. Ja. En dit is trouwens, dit is trouwens de vochtplek nu, waar ik dus eerder over vertelde. Hij lijkt dus wel in te drogen en het lijkt dus wel het, ja, een vochtplek te zijn van dus het eerdere water wat dus in de badkamer heeft gestaan. Dus dat zou wel top zijn. Moet nog wel even drogen. Ja, maar ja, dan moeten we dus nog even mee gaan kijken wat we ermee gaan doen. Maar het lijkt op zich wel goed nieuws. Het lijkt weg te trekken, want als je hier ook, ja, dan kun je waarschijnlijk op de camera zien. Hier lijkt het toch al wel wat naar binnen te komen. Ja, klopt. Hier ook. Ja. Top. Oké, nou, laten we verder gaan met al het behang hier. Het is vandaag alweer donderdag 11 november en ik kwam dus achter dat ik deze video helemaal nog niet heb afgesloten. Morgen komt dus deze, de eerste verbouwingsvideo online. Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. Ja, ik ook. De eerste week. Het is eigenlijk best wel sneller gegaan dan ik verwacht had. Ja, zeker. Slopen. Vind ik ook. Ik vind dus echt heel veel gedaan. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie er allemaal van vonden. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En wil je dus de volgende verbouwingsvideo's niet missen. Abonneer dan ook even op mijn kanaal en zet het belletje aan. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!